Wie past er nu op jullie allemaal? Iedereen. Ja, zo iedereen. Zo die vraag, iedereen vraagt aan ons of jullie iets gegeten. En soms zeggen tomaten en tjurok en niet. Die gaan naar de frituur of naar de winkel. En die brengen voor ons eten en zo. Mm-hmm. Iedereen past op ons. Ja. En de kleine, hè, die Jamo, die zegt mama voor mij. Ja, die zegt mama voor mij. Die denkt dat jij nu zijn mama bent? Die zegt mama voor mij. Ja. Dag Tiago. Dag meneer Jan. Nee. Ça va? Nee. Oei. Oei. Is bang? Hij zei bang. Ja. Nee. 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 Naar school ben je nu wel niet, natuurlijk. Nee. Zou je dat niet beter doen? Ik weet dat niet. Die hebben me uit de school gegooid. Ah, je bent uit de school weggesmeten? Ja. Ja, je bent buiten gesmeten. Ja. En waarom? Ik weet dat niet. Ja, maar er is zoiets als schoolplicht, hè. Je moet eigenlijk tot 16 jaar naar school blijven gaan in België. Ja. Ook als je van de school bent weggesmeten, dan moet je naar een andere school gaan of zo. Jij gaat toch soms nog naar school, hè? Nee. Helemaal niet meer. Aan de ritters toe. Jawel. Nooit? Nee. Maar je bent toch naar school? Ik ben weggestuurd. Ook weggestuurd? Ja, maar, waarom worden jullie dan weggestuurd? Ik ben gevechten en met een meisje. En die was bijna kapot, die meisje. En ik ben weggestuurd, maar dat is alles. Dus ik zo, zigeuners, vele zigeuners, ik zeg niks. En weer al. Ik ben gaan lopen en ik ben op haar gestringen. Ik heb een slager. Dan heb je uit een slag gegeven. Ik heb een Vlaamse blok. Vind je het niet leuk als ze jou zigeuner noemen? Want je bent natuurlijk een zigeuner. Is dat een... Moeten ze iets anders zeggen? Of moeten ze... Zeggen vuile zigeuner. Zeggen ze vuile zigeuner. Ja. Dat is niet leuk natuurlijk. Nee. De zigeunercultuur is sterk en leeft voort. Maar ze blijven buiten de maatschappij staan. Omdat ze zo aan hun cultuur en traditie houden, loopt de integratie moeizaam.